Welkom bij het Haags TV-journaal van maandag 4 september. Vandaag in het nieuws: proefkoken voor het Prinsjesdiner, de Special Olympics, maar eerst Live on the Beach. Vrijdag begint de derde editie van Live on the Beach op het Noorderstrand in Scheveningen. Terwijl de voorbereidingen in volle gang zijn, spraken wij Arwin Touw, de organisator van dit evenement. Het gaat heel goed met de voorbereiding eigenlijk. Het is dag 1 eigenlijk, dus ik wou zeggen, we liggen nog op schema. Maar dat zou heel raar zijn als we dat niet zouden zijn. Vandaag gaan we alle rijplaten neerleggen. Dat zijn ongeveer 20 vrachtwagens met rijplaten. En vanaf die rijplaten kunnen we eigenlijk de rest opbouwen. Dan komt het podium en de horeca en het toilet. Vrijdag hebben we een concert van Anouk. Ze hebben uitverkocht, 25.000 man. Haagse voorprogramma's, Piñata, Friends of Family. En zaterdag hebben we Doe Maar. Met Gersperdoel, Digidex en Splendid. Dus dat is wel een mooi programma. Bijzonder is dat de bezoekers van Doe Maar mogelijk getuigen zijn van hun allerlaatste concert. Nou, ik weet niet of ze hebben gezegd het laatste concert ooit. Doe Maar heeft natuurlijk al een paar keer een comeback gehad. Maar goed, in alle eerlijkheid, kijken ook naar de leeftijd van de mannen, is de kans wel aannemelijk dat dit ook echt het laatste concert is, ja. We zijn heel lang met Doe Maar in gesprek geweest om dit concert te doen. We zijn eigenlijk nu al anderhalf jaar geleden mee begonnen. Toen kwamen we in het gesprek achter dat Doe Maar in het 40 jaar bestaan nog nooit op een strand gespeeld heeft. Ja, en als ze dat dan hier zouden doen en dat ook nog het laatste concert is, dat is natuurlijk helemaal te gek. Ik heb voor Doe Maar 2 keer een concert geproduceerd in de Kuip. En wat ik daar meemaakte was wel heel bijzonder. En ik hoop dat we dat hier ook weer mee gaan maken. Is dat er daar waren 40.000 mensen per avond. Die gewoon het stadion allemaal neuriënd hetzelfde liedje uitliepen. En dat was een ervaring die ik nog nooit eerder meegemaakt. Hoewel het concert van Anouk uitverkocht is. En er ook nog maar een beperkt aantal kaarten is voor Doe Maar. Maak je deze week als Den Haag FM luisteraar iedere dag kans op vrijkaarten. Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Ja, hallo, goedemorgen vrienden. Dit is Den Haag FM met Haagse Ochtendradio live on the beach. En dat zijn we ook. Live radio vanaf het strand deze week in het kader van Live on the Beach. De concerten die vrijdag en zaterdag plaats gaan vinden. Op denhaagfm.nl zie je hoe je kunt meedoen aan de winactie. In aanloop naar Prinsjesdag is 14 tot en met 19 september weer het Prinsjesfestival. Met als vast onderdeel het Prinsjesdiner. Drents topkokduo Jeroen en Marleen Brouwer bedenken dit jaar het menu dat bij de restaurants Cotton Tree City, La Liguria en Schlemmer wordt geserveerd. Vandaag werd er alvast proef gekookt. Nou, het Prinsjesfestival duurt 5 dagen, rondom eigenlijk voorafgaand aan Prinsjesdag. En gedurende die dagen serveren een aantal restaurants uit de Haagse binnenstad het menu dat we vandaag koken. Samengesteld door restaurant De Lohoeve uit Drenthe, dit jaar de partner van het festival. Dus iedereen uit Den Haag of iedereen die naar Den Haag komt voor het Prinsjesfestival kan blijven hangen en lekker eten. Het menu wat we vandaag ook koken. We hebben tomaatjes gemaakt, allemaal verschillend gemarineerd. Met granité van tomaat, met een hintje aardbeien doorheen. En het hoofdgerecht hebben we gekozen voor boerderijeend. Met veel bereidingen van rode biet. Dessert is Holland, noemen wij dat. Met Drenthe uitgelicht, want ja, wij komen natuurlijk uit Drenthe. En het dessert is op basis van cheesecake. Met verschillende bereidingen met bramen, groene thee en Drentse zuring. Dit is dus ook te doen voor de Haagse koks die dit nu gaan leren? Ja, dit is zeker te doen. Ja hoor, wij zijn ook de moeilijkste niet. En wij doen gewoon wat we leuk vinden. Dus iedereen kan dit spelletje nadoen. Kijk, al die koks die hier komen, die zijn allemaal koks. En die weten donders goed wat eten is en wat lekker is. Alleen iedereen werkt op een ander niveau. En ze moeten ook die gerechten in dat niveau in het kader van hun restaurant verwerken. Dus wij laten gewoon zien wat wij doen. Alle recepten zijn erbij en zij moeten dat gewoon vertalen in hun eigen gerecht. En als ze iets vinden, dat moet erbij of eraf, dan zijn ze daar gewoon vrij in. Het is door Drentse koks bedacht. Wat is er nou precies Haags? Nou, de restaurants zijn sowieso Haags. Ze liggen allemaal rondom het Binnenhof. En zij geven ook wel allemaal hun eigen draai aan het diner. Dus zij halen hun eigen ingrediënten natuurlijk in huis. Die kunnen niet allemaal naar Drenthe voor de streekproducten. Dus de Haagse twist, die zal echt bij de restaurants liggen. Het centrum van Den Haag staat sinds vrijdag in het teken van cultuur. Voor de 45ste keer presenteren theaters hun nieuwe seizoen tijdens het Haags Uitfestival. De organisatie ziet dit jaar graag meer jongeren in het publiek. We doen het nu voor het eerst. Proberen we er toch een ander tintje aan te geven. Ook iets jonger te programmeren. En zeker gisteravond met de uitnachten mag ik zeggen dat zeer geslaagd was. Kan het ook uit? Kan het ook uit?
Heino Walbroek stopt per 1 november als directeur van Stichting Marketing Scheveningen. Walbroek gaat iets totaal anders doen. Hij gaat de kant van de journalistieke uitgeverij op. De afgelopen jaren was Walbroek medeverantwoordelijk voor een aantal grote veranderingen op Scheveningen. Onder andere de grote verbouwing van de pier en de aankomende Volvo Ocean Race waren voor Walbroek een hoogtepunt. Sander van der Pavert gaat met zijn theatershow Lucky Live het land door. Het Haagse brein achter Lucky TV zal 10 shows gaan spelen. Er wordt afgetrapt op 24 oktober in Doetinchem. Van der Pavert maakt al 10 jaar lang Lucky TV voor het tv-programma De Wereld Draait Door. Zijn theatershows in het Zuiderstrandtheater het afgelopen half jaar waren druk bezocht. In Sea Life op Scheveningen zijn afgelopen week 2 zwartpuntrifhaaien geboren. De dracht van deze haai kan tussen de 6 en 16 maanden duren. Bij toeval werd de geboorte door Sea Life-medewerkers vastgelegd op beeld. De 2 baby's zijn ongeveer 35 centimeter groot en zullen gevoerd worden met inktvis, mosselen en garnaaltjes. Welkom in Den Haag. Internationale stad van vrede en recht, maar ook internationale sportstad. Ik vind het heel belangrijk dat de Special Olympics hier in Den Haag komen. Omdat wij willen laten zien wat wij kunnen. Laat je mij sport zien! Den Haag doet met haar paters heel veel voor sporters met een beperking. Samen zullen zij de Special Olympics tot een groot succes maken. Een projectteam dat staat als een huis. En ambassadeurs die zich ook voor ons willen inzetten. Het wordt een schitterend evenement. We hebben hier natuurlijk die sportcampus. Al die mooie jonge atleten die daar Special Olympics gaan houden. We hebben een 50 meter bad. Het Hofbad. En wat dacht u van het stadion? Den Haag. Perfecte omgeving voor een groot event. Elke dag volle bak. Oranje gevoel. En de media aandacht. Achter daar. Sport maakt Den Haag beter. En daarom willen we heel graag de Special Olympics in onze stad. Omdat het goed is voor Den Haag. Goed voor de Special Olympics, maar nog belangrijker, goed voor sport, voor mensen met een beperking. Waar kunnen we dit het beste organiseren? Den Haag! Dan het weer. Morgen veel bewolking met soms ook lichte regen. De wind is matig van kracht en de middagtemperatuur ligt rond de 21 graden. Overmorgen is het zonnig en blijft het droog. De wind is vrij krachtig en de middagtemperatuur ligt rond de 17 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. In het Humanity House wordt de 3e EU-forum bijeenkomst gehouden. Dit keer zal de bijeenkomst gericht zijn op de aanstaande verkiezingen in Duitsland. De avond start om 19:30 en de toegang is gratis. Tot zover het Haags TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer om 6 uur op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.